Dankjewel, Alexander. Even kijken hoor. Wat kan zien. Nou, natuurlijk namens Buma Cultuur van harte welkom geheten op deze tweede editie. In 2007 nam Buma Cultuur het initiatief tot de Dag van de Nederlandse Jazz. Met zo'n, Alexander noemde het al, 1000 geregistreerde deelnemers is de tweede editie nu al een enorm succes. Buma Cultuur is blij te zien dat de dag door het beroepsveld zo goed bezocht wordt. Een dag waar dus duidelijk behoefte aan blijkt te zijn. 2 jaar geleden kreeg Buma Cultuur, u weet wel, vroeger Konamis. Kreeg Buma Cultuur de opdracht van de auteursrechtenorganisatie Buma om voor een aantal nieuwe muzieksectoren evenementen te organiseren. De dag is daar als een van de eerste een mooi resultaat van. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. Later, tijdens deze plenaire opening, zal Icaros van Dumpen, projectmanager bij Buma Cultuur, u meer vertellen over een aantal nieuwe projecten die op dit moment worden ontwikkeld. Dit jaar zijn 2 nieuwe partners betrokken bij de dag. Muziekcentrum Nederland en Radio 6, die we graag van harte welkom heten. Ook de gemeente Amersfoort willen we bedanken voor haar financiële steun voor de komende 3 edities. Ten slotte wil ik voor haar onuitputtelijke inzet en geweldige organisatie het team van de Stichting Jazz NL bedanken. Dan kan ik alleen nog hopen dat u deze dag veel nieuwe informatie vindt, geweldige showcases met verrassende nieuwe optredens ontdekt tijdens het uitgebreide showcase-programma. En dat u wilt bijdragen tot opbouwende discussies tijdens de panels, zodat we volgend jaar kunnen zeggen, er was weer meer jazz te horen dit jaar.